Toen het gesprek op school op de Russisch-Japanse oorlog kwam, vroeg Kiyaki Matsugai aan zijn beste vriend, Shigekuni Honda, hoeveel hij zich nog van kon herinneren. Shigekuni's herinneringen waren vaag. Hij kon zich alleen nog met moeite herinneren dat ze hem een keer naar de poort voor het huis hadden gebracht om naar een fakkeloptocht te kijken. In het jaar dat de oorlog eindigde waren ze allebei 11 jaar oud geweest. En het scheen Kiyaki toe dat ze het zich eigenlijk wat nauwkeuriger zouden moeten kunnen herinneren. Hun klasgenoten praatten over de oorlog alsof ze er alles van wisten. Maar de meeste verhalen bestonden slechts uit schemerige herinneringen, opgesmukt met wat nieuwtjes die ze uit de mond van volwassenen hadden opgevangen. Twee leden van de familie Matsugai, ooms van Kiyaki, waren gesneuveld. Zijn grootmoeder ontving nog steeds een uitkering van de staat, dankzij de twee zoons die ze had verloren. Maar ze maakten nooit gebruik van het geld. Ze lieten enveloppen ongeopend op de rand van het huisheiligdom liggen. Misschien kwam het daardoor dat Kiyaki van geen enkele foto uit de hele verzameling oorlogsfoto's in het huis zo onder de indruk was geraakt als van het exemplaar getiteld Omgeving van de Tokuri-tempel, herdenkingsbijeenkomst voor de gevallen. En gedateerd 26 juni 1904, het 37ste jaar van het Meiji-tijdperk. Deze in rood-bruine kleuren afgedrukte foto vertoonde weinig gelijkenis met de gebruikelijke rommelige oorlogsaandenkens. De compositie verried een kunstzinnig oog voor structuur. De indruk werd gewekt dat de duizenden aanwezige soldaten bewust waren gerangschikt, als figuren op een schilderij, om de volledige aandacht van de toeschouwer te vestigen op het hoogste gedenkteken van ongeverfd hout in het midden. In de verre nevels waren zacht glooiende bergen te zien, geleidelijk stijgend naar de linkerkant van de foto, weg van de uitgestrekte vlakte aan de voet. Aan de rechterkant versmolten ze in de verte met verspreide boomgroepen en losten op in het gele stof van de horizon. En hier, in plaats van bergen, een rij bomen, hoger naarmate het oog verder naar rechts dwaalde. Tussen de stammen was een gele lucht zichtbaar. Zes zeer hoge bomen stonden op elegante afstanden van elkaar op de voorgrond. Elke boom was zo geplaatst dat hij de harmonie van het landschap vervolmaakte. Het was onmogelijk te zeggen wat voor bomen het waren, maar hun zware toppen leken met een gigantische grandeur te buigen in de wind. De uitgestrekte vlakte gaf een doffe gloed af. Aan deze kant van de bergen stonden planten en struiken er troosteloos bij. Op het midden van de foto, heel klein, stonden het eenvoudige houten gedenkteken en het met bloemen bedekte altaar. Het witte altaarkleed was enigszins verwaaid. Voor de rest zag je alleen maar soldaten, duizenden soldaten. Op de voorgrond stonden ze van de camera afgewend, zodat de witte zonnekappen van hun petten en de diagonale leren riemen over hun ruggen zichtbaar waren. Ze hadden zich niet in keurige rijen opgesteld, maar stonden met hangend hoofd in groepjes bijeen. Een handjevol soldaten in de linkerbenedenhoek had het gezicht half naar de camera toegekeerd, als figuren op een schilderij uit de Renaissance. Verder achter hen strekte zich tot aan het eind van de vlakte een reusachtige halve cirkel uit, die uit zo'n enorme menigte soldaten bestond dat het volstrekt onmogelijk was hen van elkaar te onderscheiden. En in de verte tussen de bomen stonden er nog meer opgesteld. De gestalten van deze soldaten, zowel vooraan als op de achtergrond, baden in een vreemd schemerlicht. Dat de putees en de laarzen en de afhangende schouders en de nekken scherp tegen de omgeving deed afsteken. Dit licht doordrenkte de hele foto met een onbeschrijfelijk gevoel van droefheid. Er ging van deze mannen een tastbare emotie uit, die als een golf tot stilstand kwam tegen het kleine witte altaar, de bloemen, het gedenkteken in het midden. Uit deze reusachtige mensenmassa, die zich tot aan de rand van de vlakte uitstrekte, sloot één enkele gedachte, niet in woorden te vatten, zich als een enorme ijzeren ring om het centrale punt. De ouderdom van de opname en de roodbruine kleuren verleenden de foto een sfeer van hartverscheurende triestheid. Kiyaki was 18. Niets in de huiselijke omgeving waarin hij was geboren kon verklaren waarom hij zo gevoelig was, zo geneigd tot zwaarmoedigheid. Het zou een zware opgave zijn geweest om in dat grote, onoverzichtelijke huis op een heuvel bij Shibuya iemand te vinden die in enig opzicht even fijngevoelig was. Hij kwam uit een oude samurai-familie,
Maar Kyuaki's vader, markies Matsugai, die zich schaamde over de nederige positie die zijn voorvaderen tot aan het einde van het shogunaat, nog maar 50 jaar geleden, hadden bekleed, had de jongen, een kleuter nog, voor zijn verdere opvoeding in het gezin van een hofedelman geplaatst. Als hij dat niet had gedaan, zou Kyuaki zich waarschijnlijk niet tot zo'n gevoelige jonge man hebben ontwikkeld.